Hallo en welkom op deze video. Mijn naam is Wendy van Mirrorhorses en in deze video ga ik een vraag beantwoorden die ik regelmatig krijg. Namelijk, waarom zijn jouw trajecten zo prijzig, Wendy? En ik moet altijd een beetje glimlachen als ik die vraag hoor. Niet omdat ik iemand uitlach of zo, maar gewoon omdat ik zelf die vraag zou gesteld hebben jaren geleden. En ik zou eigenlijk, zoals ik vroeger zou gedaan hebben, zou ik kunnen bewijzen en staven waarom dat ik dit soort prijzen vraag. Maar dat ga ik niet doen, want dan zou ik mezelf aan het bewijzen zijn. En dat is absoluut niet mijn bedoeling. Ik weet dat mijn trajecten werken, doeltreffend zijn. Dus ik hoef dat niet te bewijzen. Maar het liefst vertel ik jou een verhaaltje om jou uit te leggen waarom inderdaad dat de trajecten zo prijzig zijn. Er was eigenlijk ooit eens een vrachtschip in het midden van de oceaan en die was in pannen gevallen, in het midden van de oceaan. Dus je kan je voorstellen, dat is nogal onhandig. Nu, die vracht was heel erg duur en elke vertraging leverde eigenlijk extra kosten op voor de kapitein van het schip, zelfs tot honderdduizenden euro's aan kosten. En eigenlijk een soort van schadevergoeding voor de niet geleverde goederen. Dus die kapitein die liet eigenlijk een van de beste en de bekendste herstellers komen. En ze hebben hem eigenlijk via de helikopter laten binnenvliegen, zodanig dat hij snel ter plaatse was. Nu, die hersteller die ging naar de motor van dat schip. Hij observeerde. Hij bekeek wat, testte wat dingen uit. En dan pakte hij zijn hamer en klopte op een bepaalde plek op die motor. En de motor sloeg weer aan. En de kapitein was supergelukkig, want het vrachtschip kon weer verder. Nu, de kapitein was super tevreden, heel erg blij dat hij die hersteller had laten komen en bedankte hem ook gewoon honderdduizend voor zijn diensten. Maar wel later ontving de kapitein de rekening. En op die rekening stond een bedrag van 100.000 euro. En de kapitein schrok en hij dacht van, wat is dit? En hij begreep niet hoe een herstelling zo duur kon zijn. Vooral voor die paar minuten werk dat die hersteller had gehad. Dus hij belde de hersteller op. En de hersteller luisterde heel geduldig naar de kapitein. En de kapitein vroeg, hoe kan je nu eigenlijk 100.000 euro vragen? Je hebt 1 minuut gewerkt. Je hebt 1 tik met de hamer gegeven. Dat kan toch hooguit 25 euro kosten? Waarop dat de hersteller antwoordde, heel erg rustig. Dat klopt, meneer de kapitein. Mijn werkuren en die tik met de hamer kostte 25 euro. Hij zegt, en die andere 99.975 euro zijn om te weten waar ik juist op de motor moest kloppen. En dat is uiteindelijk waardoor de kapitein besefte van, ha, dat klopt eigenlijk wel. Want moest ik een andere hersteller laten komen hebben, die niet de beste was en die niet zijn vak zo goed kende als deze hersteller, had het misschien uren geduurd, misschien zelfs dagen, eer dat de motor hersteld was. En dan had het hem eigenlijk misschien 500.000 gekost aan extra schadevergoeding voor een late levering. Dus de kapitein besefte meteen dat hij eigenlijk de juiste beslissing had genomen en hij bedankte de hersteller. En hij besefte ook dat hij niet betaalde voor de onderdelen, hij betaalde niet voor de uren, maar hij betaalde eigenlijk voor het resultaat en voor de snelheid van de hersteller. En dat is hetgeen waarmee ik jou wil laten met het antwoord op deze vraag. Prijzen zijn heel relatief. Je kan heel veel uitgeven aan iets dat helemaal niet werkt. Of je kan ook heel weinig uitgeven aan iets dat helemaal niet werkt. Maar uit eigen ervaring heb ik gezien dat heel veel van de studenten die bij mij komen al heel wat hebben uitgegeven aan dingen die hun niet genoeg hebben geholpen. En dan zijn mijn prijzen eigenlijk nog relatief. Oké, als je wel het resultaat krijgt. Tot later. Bye.